Frederik was niet de eerste de beste. Een uniek en uitzonderlijk iemand. Gij weet als geen ander, lieve Emma, wat gij voor hem betekend hebt. Er was een man op de begrafenis. Hij wil mij zien. Waarom? Heeft hij niet gezegd? Het was gewoon een berichtje op Facebook. Op Facebook? Was het mijn lot jou na al die jaren weer tegen het lijf te lopen? Ik weet het niet. Ik weet alleen dat het gebeurd is. En dat mij net hetzelfde is overkomen als al die jaren terug. Ik wist niet dat zoiets nog kon. Gaat hier seks van komen? Pardon? Blijf tussen ons, hè. Ik weet niet wat mij overkomt. Een knappe kerel ontmoet. Blijf bij hem slapen. YOLO, smiley. Waar heb jij gisteren uitgangen? Bespioneer je mij of wat? Ik had niet moeten komen. Dit was een vergissing. Is dat al langer aan de gang, die affaire van u? Nee, niet meer. Zeg, wat komt jij hier doen? Je hebt die binnengelaten. Schattig eigenlijk. Schattig? Enfin, oma. Opa is juist gestorven, dat is toch kei ongepast? Dat kan ik niet aannemen. Waarom niet? Ik wil keihard gepakt worden. Oma, enfin! Daar was ik al bang voor.